Wij zijn de stad. Ja, precies. Zoveel mogelijk met z'n tweeën te doen. En gaat dat goed? Dat gaat goed, ja. Maar jij bent ook al snel druk dan. Ja, ja. Maar, ja, dat zijn best afstanden ook natuurlijk. Ja, klopt. Best wat metertjes. En het is natuurlijk nog een beetje onwennig, omdat het allemaal nieuw is. Maar het gaat tot nu toe heel goed. En ik ben heel trots op Thijs dat hij in de keuken allemaal doet. Ja. Dus, En hoeveel dagen in de week zijn jullie geopend? 6 dagen. Op dinsdag zijn we dicht. Oké, dus deze dag. En de rest van de dagen van 8 tot 7 zijn we open. Nou, dat is ook best lang. Om 8 uur. Ja. Ja. En hoe is het dan ook weer? We hebben nog even kort samengevat. Je kan hier ontbijten, je kan hier lunchen. Ja. En ook dineren? Of? Nee, dineren niet. Nee, dat was wel het oorspronkelijke plan, maar dat hebben we even moeten laten varen vanwege de tijd waar we in zitten. Maar je bent tot 7 uur open. Als ik hier nou om 4 uur kom en ik heb zin in wat te knabbelen, dan kan dat wel. Zeker. We hebben hele lekkere borrelhapjes. We hebben een vitrine met wat kazen en worsten. We hebben wat gefrituurde hapjes. En als jij hier om 5 uur komt zitten in je trek, wat zou jij bestellen? We hebben sowieso de biertjes van La Trappe allemaal. Ook okay. Een aantal op het vat. En daarbij hebben we hele lekkere quadruple bierkaas of La Trappe bitterballen. Okay. We hebben altijd wat verschillende kazen en worsten. Om de dag vlamkoegen hebben we ook. Oh ja, ja. Oh, die zijn lekker. Ja. We hebben de afgelopen jaren in het buitenland gewerkt en daar wat inspiratie op gedaan. En geprobeerd in één kaart te stoppen. Dus Spaanse dingen, wat Zwitserse, Oostenrijkse dingen. Ja, ja. De Europese kaart gewoon. Ja, precies. Ja, niks mis mee. Veel succes. Dankjewel. Wat is een vlamkoegen nou eigenlijk precies? Het is een soort kruisje tussen pizza en... Ja, het is een hele dunne deeg. Met wat mooi om te delen. Met wat zure room erop. Belegd. Ik heb toevallig pas geleden gegeten. Ik vond het erg lekker. Ja. Maar dat is uit je Oostenrijkse tijd. Wat deed je daar in Oostenrijk? We hebben daar in de wintersport gewerkt. Bovenop een berg. Midden in de Alpen. Veel van dit soort dingen verkocht. En toen zat je daar en toen dacht je, dat ga ik ooit in Middelburg ook nog doen. Ja, net zoals de koffie hier zo, kom ook uit Oostenrijk. Ja. Dus we hebben wel gestaan, zodat ik wel de record opneem. Dus ik heb wel nog wat dingen doorgespeeld. Ja, gaan we hem zeker doen. Dankjewel. Ja, een bordje erbij. Maar niet eigenlijk, ik zou het even slapen. Smakelijk. Dankjewel.